Ole Tobias, gefeliciteerd met deze 2-0 overwinning op Telstar. Was dit een zege op karakter? Dat was een zwaar bevochten overwinning inderdaad, op karakter. Ja, het is een aparte wedstrijd ook omdat het vrij snel twee spelers verliest. En dat dan moet rolleren in, met een paar spelers. En ik moet zeggen, die jongens dat die aan invullen, die doen het fantastisch. Ik wilde eigenlijk net zeggen, je kan een groot compliment maken dan ook aan de jongens die erin komen. Want ook met een twee plekken gewijzigde defensie geef je nauwelijks iets weg. Ja, nauwelijks iets weg weet ik niet. Er zijn wel de losse kantjes. Maar nogmaals, dit was echt een teamprestatie. Waar we met z'n allen echt trots op mag zijn. Ja, echt complimentjes aan de jongens. Hoe ze dit hebben opgepakt. Dat was niet mooi voetbal. En ja, we knokken ons gewoon door de wedstrijd heen. En dan maak je gelukkig die bevrijdende tweede doelpunt. En vanaf dat moment krijg je rust aan je speel de laatste minuten eigenlijk. Maar nogmaals, de jongens hebben zo hard gewerkt. De jongens hebben zo goed opgepakt met z'n allen. En nogmaals, hier mogen ze echt trots op zijn hoe ze dit hebben neergezet. Je noemde het al even, twee jongens die uitvallen. Het betreft Ilias Alhaft en Mustafa Sek. We zitten natuurlijk pas net na de wedstrijd, maar is er iets over te zeggen wat er met hun gebeurd is? Nee, ik weet niet precies. Ja, met Ilias is hij afwachten, met zijn knie. Ik hoop niet dat het ernstig is. Ik vrees van wel, moet ik eerlijk zeggen, maar ik hoop dat het mee gaat vallen. Maar nogmaals, het is nog steeds een binnenband ding. Dus ik ben benieuwd en ik hoop het beste natuurlijk. Met Sek weet ik eigenlijk niet zo goed wat er precies gebeurd is met zijn enkel. Maar ja, hopelijk valt het mee. Maandag zal het niks worden, denk ik. Maar richting vrijdag hopen dan voor wel. En hopelijk kan die maandag ook meedoen. Ja, in ieder geval heel fijn dat de vervangers het dan in ieder geval goed invulden. Ja, zeker. Niet alleen de vervangers. Het hele team pakken fantastisch op. Hoe ze elkaar steunen en aanmoedigen. Dat is mooi om te zien. Ja. Dat is wat je als trainer wil zien. Dat is wat je heel graag als trainer wil zien. Dat is ook wat ik iedere keer blijf hameren. Het begin met hard werken, 100% inzet. En dan beloon je vaak zelf ook met een doelpunt. En dat is de insteek voor iedere wedstrijd. Je hebt nu een overvol programma, want maandag gaan we alweer naar Dordrecht voor de uitwedstrijd, al daar. Vergt dat nu ook een andere voorbereiding, zo korte hersteltijd richting de volgende wedstrijd? Ja, het gaat om herstellen nu. De jongens weer fit te krijgen, lichamelijk, mentaal richting maandag. En dan zien we wel of we met dezelfde elf gaan starten waar we mee zijn geëindigd. Dat is afwachten de komende dagen, maar het gaat om herstellen en die jongens wat minder minuten hebben gemaakt, die moeten wel iets meer doen. Maar die jongens die veel minuten hebben gemaakt, dat is puur herstellen en voorbereiden op Dordrecht maandag. 6 overwinningen op rij, waar gaat dit eindigen? Ja, ik ben benieuwd. Ik durf niks uit te spreken. Dit is genieten op dit moment. En hopelijk kunnen we het volhouden. Maar nogmaals, maandag is weer een zwaar wedstrijd. En we zijn er officieel nog niet. Dus hopelijk kunnen we ons maandag echt plaatsen voor de play-offs. Je hebt het al steeds gezegd, dat is het allerbelangrijkste. En ook wellicht die stap op de rangreis naar rechtstreeks een plaats in de halve finale. Nou, je staat nu vierde, dus je ligt op koers. Nu is het ook zo dat je vanaf maandag in theorie natuurlijk de periodetitel kan gaan winnen. Kijk je daar nu wel met een schuin oog naar? Nee, de periodetitel wel inderdaad. Ja, dat zou heel leuk zijn als we die kunnen pakken. Maar nogmaals, het blijft en gaat om mee te doen in de play-offs. En hopelijk kunnen we ons maandag plaatsen. En dan kijken we dan verder voor de periode en of we eventueel in de top 5 kunnen eindigen. Maar nogmaals, we moeten gewoon eerst officieel plaatsen. En is dat feestje voor die periode gewoon een bonus als het lukt? Dat is een hele grote bonus, ja.